In juli 2017 spelen onze Red Flames het Europees kampioenschap in Nederland. Voor het eerst haalde onze nationale vrouwenvoetbalploeg de eindronde van een groot toernooi. Yes, ze zijn er. Ik kan beginnen. Wij wensen jou heel veel succes. En goed keeper zijn, hè? Yay, come on! Jullie staan aan de basis. De supporters zijn er. Omdat jij een laat zien van, kom aan, we willen toch. We worden wel teruggedrukt, maar we gaan dat duel aan. Ja? En we weten waar we mee bezig zijn. En dat gaan we heel mooi aan de hand doen. Geloof me. Ik wens haar ongelooflijk veel succes. Kom aan, er tegenaan. De wedstrijd start met een tegenvaller. De Denen komen snel op voorsprong. Een 1-1 zou een mooie uitslag zijn geweest. Dat is er nu niet van gekomen. Maar we hebben wel een hele mooie wedstrijd neergezet en heel veel gecreëerd. Dus dat moeten we meenemen naar de volgende wedstrijden. Langs de andere kant, als ik de dag later terug de wedstrijd zag, ja, heeft de spelersgroep buiten de eerste 10 minuten absoluut gebracht wat dat we hoopten van hen te kunnen zien. Et au niveau de l'encadrement aussi, on voit que ça s'est super élargi avec, comme je dis, des professionnels, chacun bien dans sa discipline, préparateur physique, entraîneur des gardiens, deux kinés maintenant. Si on voit le développement que j'ai eu pendant les 12 ans, je t'ai dit, t'étais une joueuse de foot, mais maintenant t'es devenue athlète. Et ça, c'est chouette à voir. De Red Flames zijn intussen een hype geworden. Een record aantal toeschouwers zakt af naar Breda om er een groot feest van te maken. Noorwegen is een voormalig Europees, wereld- en ook Olympisch kampioen en sterker op papier. Maar de Belgen zijn meteen op de afspraak. We stonden er zo op gebrand om te tonen wat we kunnen. En je voelt dat vanaf minuut 1 dat goed zit. En ja, ik denk dat de Nooren ook niet goed wisten wat er hen overkwam. En ja, het is gewoon echt een match om nooit te vergeten. Meer dan 6000 fans in het stadion en bijna een miljoen kijkers op televisie zien het live gebeuren. De Red Flames schrijven geschiedenis. De ontgoocheling, dames, die bij heel onze staf aanwezig was, en die was ook bij jullie aanwezig de vorige match, die heb de gellen kunnen omzetten naar een fierheid wat ik niet in woorden kan uitdrukken. België scoort na rust de gelijkmaker via aanvalster Tessa Vullaert. Een mirakel komt er niet meer. 2-1 is de eindscore. Het EK van de Red Flames zit erop. Nogmaals, we hebben samen gelachen, we hebben samen tranen gelaten. We hebben plezier gemaakt. Ja, alles is aanwezig geweest. En ik moet zeggen dat ik ze nu enkele dagen nadat we elkaar niet meer zien, mis ik iedereen al wel een beetje. Dus, dat geeft alleen maar nog eens extra het gevoel voor mij dat het weer een enorme ervaring is geweest en dat ik ook heel weer blij ben van deel uit te mogen maken van het geheel.